Hansen, de maniac erover gaat spreiden. Radio 2. De madame. Het is leuk, in de app van Radio 2 krijg ik allemaal berichtjes. Willy, je doet het zo super. Willy, het is zo fijn om naar jou te luisteren. Oh, Willy, een droom komt uit om jou op de radio te horen. Willy, je moet radiopresentator worden. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat je deze week via DAB Plus en via de stream, via onze app, kan luisteren naar de Radio 2 Bene Bene 1000, de top 1000, met liedjes van bij ons. En op dit moment, ik wil u niet wegjagen, maar ik moet wel eerlijk daarover zijn. Op dit moment is Willy Sommers aan het presenteren. Het allerbeste en veel meer is hij daar aan het geven op die stream in die Bene Bene 1000. Vanessa en Iris die presenteren met gasten zoals Willy Sommers. En soms moet je je meerdere erkennen. Dus ga maar. Ga maar naar Willy. Het is allemaal al goed. Maar wij hebben Willy ook wel een beetje bij ons, want hij laat deze week in zijn fotoalbum kijken. En de eerste foto waar we samen naar gaan kijken is een zwart-wit foto. Radio 2. De madame. De oude foto's uit mijn jeugd, laat ons zeggen, tot mijn plechtige communie, tot mijn 12 jaar, wou ik alleen maar op een foto staan als ik een strik aan had. En hoe kwam dat? Ja, ik vond dat mooi en ik eiste dat bijna van mijn ouders van, ik wil alleen maar op een foto staan met mijn strik, anders wil ik er niet op staan. Maar beschrijf eens, wat is deze foto? Goh, dat is een foto, ik denk uit de kleuterklas, denk ik zo. Ik denk dat ik hier een jaar of 5, 6 moet geweest zijn. Volgens mij die leeftijd, ja. Met strik, inderdaad. Ja, met strik, ja. Want heb jij nog broers of zussen? Ik heb één zus, Vivian, die is 15 maanden ouder dan ik. Die heeft helemaal niks te maken met de showbiz. Mijn zus die heeft altijd in de verkoopsector gestaan, als in de kledingzaken en schoenzaken. Dus maar mijn zus die is eigenlijk, ik mag haar noemen als mijn beste vriendin. Ja. Iedere keer als ik iets doe op televisie of noem maar op, of een speciaal concert, stuurt ze me een berichtje van, oh, je hebt dat weer goed gedaan, Willeke. Proficiat, zusje steunt u, hè? Ja, ja. Ja, want uit welk soort van gezin komen jullie? Mijn vader was autohandelaar, tweedehandswagens, en mama was thuis. Mama zorgde voor thuishouden. Wat ik wil zeggen, dat thuis de draadjes in de hand werden gehouden door mama. Mama was eigenlijk zo streng, maar rechtvaardig. Hè. Papa was de hele dag op zijn werk in de garage. Maar thuis, ja, dat was zo de sterke moeder. En ik weet nog goed, als mijn vader thuis kwam, s'avonds van de garage, om rond 6:30, want de garage was in Brussel, dan moesten wij om 6:30 aan tafel zitten. En als we daar niet waren om 6:30, mijn zus of ik, ja, dan was er geen eten meer. Dus, zo streng? Ja, mama was streng. Ja, maar goed ook, ik vind dat discipline, dat moet een beetje. Ja, ja. Waar droomde jij van op die leeftijd? Goh, op die leeftijd wou ik eigenlijk zo een beetje doen wat mijn vader deed. Hè. Ik wou ook zo in de autowereld terechtkomen, autoverkoper worden. Want toen ik iets vroeg aan Sinterklaas bijvoorbeeld, als cadeautje, was dat altijd zo van die kleine autootjes, van die dikke toetjes en een garage. Een klein garageje zo, waar ik mijn autootjes kon in parkeren. Dus ik denk op die leeftijd dat mijn ambitie was om de job van mijn vader verder doen. En mijn papa zei altijd later dan, doe dat toch niet wat ik doe, want het is het meest onzekere beroep ter wereld. En dan kies ik nog maar artiest te worden, dat is nog erger. En de liefde voor auto's, is die gebleven? Ja, die liefde voor auto's is gebleven, want dat heb ik van mijn vader geërfd. Hè. Heb je een wagenpark thuis? Ik heb geen park, maar ik heb een leuke wagen. En ik ben nogal een sportieve jongen. Hè. Ik speel ook tennis, ik speel padel. En ik heb dan ook eigenlijk een beetje een wagen die erbij past. Ik heb een sportwagen. Ja.